Nou, in het kader van veelzijdigheid gaat LNN ook t-shirts verkopen. Hoe cool wil je het hebben? Nou, wil jij ook laten zien dat je echt cool bent en dat je er echt bij hoort? Koop dan een t-shirt van LNN op onze website. Koop een t-shirt en steun LNN. LNN maakt tegenwoordig ook t-shirts. Nou, hoe cool wil je het hebben? Hallo mensen, welkom. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rick Items in gesprek met. Voordat ik de show ga beginnen, wil ik even alle nieuwe leden welkom heten. Hartstikke bedankt voor het lid worden. En voor degenen die nog geen lid zijn, word lid van LNN en steun ons om een oproepvereniging te worden. Ook heb ik van de redactie, ook moest ik van de redactie vertellen dat jullie eens moeten kijken op onze webshop op de Facebook, op de lnnmedia.nl website. Nou, dat waren de dienstmededelingen. Even in het kort, vorig jaar toen wij begonnen hadden wij enkele interviews en enkele verslagen gedaan van demonstraties op 16 mei en 23 mei. En bij de tweede demonstratie kwam ik een arts tegen en zij veranderde eigenlijk ons hele instelling van wat we gingen doen. Aanvankelijk wilden we eigenlijk een satirische nieuwsshow maken, LNN, met een real life gedeelte erachter, hilarisch, daar komen we later nog wel een keer op terug. Maar na het interview wat ik daarna met haar gedaan heb, op de weg terug, besloten wij aan de hand van ook haar speech die ze die dag had gehouden op die demonstratie, om het hele idee om te gooien naar, we zeiden, laten we een echt gewoon zelf een nieuws outlet beginnen. Nou, en ze is hier en ik ben hartstikke blij dat ze er is. Niemand minder dan Renate Tillema. Hallo. Heb je handen gegeven? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, super welkom. Nou, ik had het je al verteld en je weet het natuurlijk al, we hebben af en toe wel eens contact gehad. Mm-hmm. Ja, het is een super, het was een super speech ook toen de tijd en je was heel gedreven. Ik wilde vragen voor de format van het programma, wil jij eens aan de mensen die het nog niet kennen voorstellen, wie is Renate Tillema? Oké, ik ben Renate Tillema, ik ben vrijgevestigd psychiater. Ik ben sinds 1996 afgestudeerd als arts. En heb in die hoedanigheid ook gewerkt als bedrijfsarts, verslavingsarts en uiteindelijk in de psychiatrie. En eigenlijk vanaf 2011 de psychiatrieopleiding gevolgd. Ja, en ik weet er wat meer van je, maar kan je in het kort vertellen of lang wat je wil, dus aan jou. Hoe zijn wij toen bij jou terechtgekomen in mei. Hoe is jouw weg gegaan dat je voor het eerst van corona hoorde? En hoe is het jaar gegaan tot op dit moment? Even kijken, dat zijn veel vragen bij elkaar. Nou ja, laat ik het heel kort houden. Ja. Hoe is de corona zeg maar in je leven gekomen en tot nu toe? Dat begon eigenlijk vorig jaar januari. Vroeg al? Ja, dat is nu eigenlijk ook weer. Mijn dochter was jarig geweest en zowel mijn broer als zus zijn allebei arts. Dus vorig jaar 2020 zaten we bij elkaar met de familie. En toen begon mijn broer geloof ik over van ja, wat vind je nou van dat virus? Ik denk, wat voor virus? Ik hou me daar als psychiater natuurlijk niet zo mee bezig, maar hij is huisarts. En zij deden daar wat lacherig over. En dat is de eerste keer dat ik eigenlijk over dat virus gehoord heb. En gaandeweg, maart had ik zoiets van, oké, goed, ik doe even mee met de maatregelen, thuis zitten. En conformeren, ik vond het wel gek, want dat is eigenlijk nog nooit gebeurd in al die jaren dat ik arts ben, dat we het zo moesten doen. En vervolgens had ik na de demonstratie op de Dam, en dat er eigenlijk maar één besmetting of wat uitkwam, had ik zoiets van, ja, dit gaat echt de spuigaten uitlopen, nu wil ik ook een keer mijn zegje doen. En toen heb ik een filmpje gemaakt, op YouTube gezet, dat is viraal gegaan. En op die manier, ik was natuurlijk ook al langer bezig met demonstraties bij de Gele Hesjes in Eindhoven. Die bestaan al 2 jaar. Mede ook omdat ik als psychiater zag dat het steeds slechter eigenlijk ging in de samenleving. Ja. Ja, over slecht gaan in de samenleving. Slecht is betrekkelijk, maar ik denk dat we op dit moment in een overtreffende trap van slecht zitten qua economie, het sociale leven, het culturele leven. Als psychiater, heb jij veel toename gemerkt van klachten van mensen? Laat ik vooropzetten dat ik op mijn website heb staan dat ik niemand meer aanneem. Dus ik neem aan dat dat helpt wel, maar desalniettemin bellen mensen nog wel. Okay. Maar ik zie heel veel toename van angst- en depressieklachten. Mensen die in paniek zijn of nog verder geobsedeerd.
Of mensen met smetvrees wat toegenomen is, waarvan ik dan een mailtje krijg van, ik had net mijn smetvrees onder de duim, wat nu weer helemaal opgeflakkerd is en dan echt zoiets hebben van, nou voor mij hoeft het allemaal niet meer als het zo moet. Ja, dan sta ik vrij machteloos natuurlijk. Ja, die machteloosheid, we hebben ook andere artsen gesproken, die resulteerde in toch wel een hoop frustratie ook. Mm-hmm. Omdat de overheid rolt de maatregelen uit die haaks staan op officiële wetenschappelijke onderzoeken. Ja. Qua bruikbaarheid van die maatregelen, maar die wel een impact hebben. Kan je iets zeggen over de nevenschade van de maatregelen zoals jij die ziet? Ik denk dat de nevenschade enorm is. En dat is ook wat mij in eerste instantie in mij al ertoe dwong om een filmpje te maken. Omdat ik me sowieso als arts niet gehoord voelde. Terwijl ik denk van ja, luister, als er inderdaad een virus is wat zo heftig is, hoe kan het dan dat we de eerste lijn sluiten? Hoe kan het dan zijn dat de huisartsen niet beschikbaar zijn? Dat mensen thuis moeten blijven met een paracetamolletje? Dus al die tegenstrijdigheden, dat is alleen nog maar toegenomen. Het klopt gewoon niet. Het hele verhaal klopt niet wat de overheid over ons uitsmeert of toen gooit. Toen niet, nu niet. Al vanaf maart niet en al eerder niet, al daarvoor eigenlijk niet. Ja. Vanaf de periode dat ik zeg van nou, vanaf dat ik al bij de gele hesjes ben begonnen om actief te laten zien, want ik ben niet mee eens wat hier gebeurt in de maatschappij. Ja. Ja, ik zelf was ook al voor vanaf 2012 bezig als columnist van een internetkrant. En heel veel dingen van de politiek waar ik me al heel veel jaren aan irriteerde. De leugenachtigheid, de vervaging van het journalistieke integriteit, zeg maar. En dan ook nog bepaalde policies die er doorheen gedrukt worden. De cynische spelletjes en de leugens van politici over de klimaatzaken bijvoorbeeld. Maar met corona is het echt in een sneltreinvaart slechter gegaan, want het raakt ons nu persoonlijk. Ja. Waar denk je wat het heen gaat? Verwacht jij wel een lockdown nu? Maar dan... Ja, daar zitten we toch al in. Ja, ik bedoel avondklok. Ja, sorry, die gaat er gewoon komen, maar daarom ook dat ik denk. En dat zie je ook. Kijk, als ik dat zeg, dan ben ik in één keer een complotdenker. En zo stoppen ze iedere keer in iemand met een andere mening in een hoekje. Hè, dat is bij de gele lijstjes toen het ook gebeurd, waren het antisemieten. Dat zie ik nu weer gebeuren, maar het is wel feit, en daar kan niemand omheen, dat dit wereldwijd uitgerold wordt. Ja. He? En dat kan niemand tegen mij zeggen van ja, dat verzin je, want het gebeurt gewoon. Ja, althans, dat is in elk geval wat ik via de mainstream media meekrijg. Ik ben er natuurlijk niet zelf wezen kijken. Nou ja, goed, even aannemen dat is de het is wel duidelijk dat de lockdowns, ik bedoel, alles wat in Duitsland gebeurt, soms zijn wij met iets eerder en soms zijn zij eerder. Nu is in Duitsland is al bekend geworden gisteren in verschillende kranten zoals de New York Post, New York Times. We hebben er ook een artikel aan gewijd op onze website. Het is dat er quarantainekampen. Dat kan je toch niet verzinnen? Er zijn quarantainekampen voor als iemand weigert om in quarantaine te gaan, dan kan die daarin opgesloten worden. Ja, ik heb het artikel voorbij zien komen. Maar goed, het liefst zou ik zeggen, nou laat het me dan maar even zien wat daar inderdaad speelt. Eerst zien en dan geloven. Maar zo langzamerhand denk ik van ja, er werd ook tegen ons gezegd, nee, mondkapje, dat gaan we hier in Nederland nooit doen. Schijnveiligheid, hè? Ja, dat werd er gezegd. Dat is gezegd. Dat is door meneer Rutte gezegd, dat is door meneer De Jonge gezegd, van Dissel. Ja, en dat is allemaal vastgelegd. Klopt, en die heeft het nog het langst volgehouden, van Dissel. Die heeft zelfs nog een berekening gehouden van als je allemaal met 200.000 mensen een mondkapje zou dragen, 24/7, nou, een bepaalde berekening, dan zou je één besmetting voorkomen. Over die cijfers gaan we het zo nog even hebben. Ik weet dat je bent aangesloten bij het artsencollectief. Klopt, ja. En hoeveel artsen zijn er nu bij aangesloten? Ja, daar ga je het weer over cijfers hebben, dat weet ik dus niet inmiddels. Want die website is wel eens een tierenlier gelopen. Ik weet in elk geval dat we heel hard bezig zijn om ook zoveel mogelijk dingen op papier te zetten. Dat is ook weer terug te lezen op de website over de cijfers, de besmettelijkheid van coronavirus. Daarnaast ook over het vaccin.
Want dat is natuurlijk heel belangrijk waar mensen veel vragen over hebben en waar ze eigenlijk te weinig informatie over kunnen krijgen. Ja, want er zijn verschillende soorten op dit moment. Ja, verschillende. Ja, want dat is natuurlijk de wetwees, hè. Dat is ook raar, omdat ik las laatst een artikel weer in zo'n krant. En daar bleek uit dat de artsen krijgen zo'n een bepaald ene soort fabrikanten, vaccin, de andere. Ja. Wat denk je van de betrouwbaarheid? Houden jullie daar ook mee bezig, met het artsencollectief? Daar is weer een speciaal clubje die zich daarmee bezighoudt. Ik persoonlijk hou me daar niet mee bezig. Maar wat ik daarover gelezen heb, is bijvoorbeeld dat van dat mRNA-vaccin. Dat weer toch iets totaal nieuws is. En dat in feite, als ik het zo zie, dat wij gewoon onderdeel zijn van een open lab. Experimenteel lab. En dan krijg ik ongelooflijk, waarschijnlijk bij mensen over me heen, van ja, hè, wat zit hier nu? Maar zo voelt het voor mij wel. Ja, we hebben toen Bettine van Steenis, die is jou bekend. Ja, ik, ja. Zij is toen ook, ze heeft toen uitspraken gedaan, geloof ik 4 maanden geleden, in een programma op tv, waarin zij zich ook uitsprak, onder andere. Zij is toen in de studio geweest. En zij gaf aan dat zij met haar Hippocratische eed in gedrang kwam, omdat in haar tocht van, ze wilde gewoon weten als er een nieuwe technologie is om een vaccin te maken, dan wilde zij als arts wel weten wat de gevolgen waren, een nieuwe technologie. Ja. Omdat zij wil die eed nakomen, dat is, je mag je patiënt niet schaden. Ze noemde toen nog 3 punten op die bij die eed horen. Ja. En ze zat daarmee, dus ze is op het onderzoek gegaan bij de instanties die dan. En daar ving ze bot. Er was zelfs de ingrediënten waren geheim verklaard of zo. Kan je iets meer over zeggen? Nee, ik heb me daar zelf niet in verdiept. Maar ik kan vanuit haar positie wel voorstellen. Volgens mij is zij huisarts. Ja. Dus zij zijn degene die uiteindelijk de mensen gaan vaccineren. Dat is hetzelfde als met die griepprik. Ja. Waar achteraf nu ook over blijkt van, het werkt mogelijk helemaal niet. Ja. Dus in die zin, kijk, wat ik niet weet, doe ik niet. Ja. Maar dat is voor mij makkelijk. Ik ben psychiater. Ja. We hebben vastgesteld aan de hand van heel veel gesprekken met mensen, dat een van de kerndingen waardoor we nu in deze situatie zitten, is dat heel veel mensen in de angst leven. Ja. Onze overheid heeft die angst ook aangejaagd, omdat ze al vanaf het begin af aan riepen, je moet een vaccin gaat ons redden. Terwijl dat raar was, want er zijn inmiddels is bekend dat bijvoorbeeld je moet sowieso, er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen. Ja, precies. Ja. Vitamine D, dat zijpelt af en toe ook door de mainstream media heen. Dat er wel artsen gequote worden. Je moet absoluut in deze tijd niet zorgen dat je vitamine D3 tekort hebt. Nee, dus dat betekent ook voor jonge mensen naar buiten kunnen. En voor oude mensen dat je dat suppleert. Dus extra toevoegt. Hè, omdat die huid dat zelf niet meer kan aan de hand van zonlicht. Dan heeft het weinig zin om in de zon te gaan zitten. Want die huid is gewoon verouderd. Dus je kan het niet omzetten. Ja. Dus moet je het gewoon toevoegen. Maar hetzelfde geldt voor vitamine C, hetzelfde geldt voor voldoende beweging, hetzelfde geldt voor biologisch voedsel in plaats van bewerkt voedsel. En wat je nu ziet is bijvoorbeeld bij jonge kinderen en jonge volwassenen, die zitten alleen maar binnen achter de computer, hebben geen beweging en maar chips te vreten. Ik heb zelf een dochter die ook de hele dag onderhand op de kamer leeft. Ja, maar je noemde dus net wat dingen op. Is het voor mensen terug te lezen waar dat soort tips staan, wat mensen zelf kunnen doen om in ieder geval de kansen te verkleinen op klachten? Nou, als je kijkt naar Rob Edens, daar hebben we het toen in mei ook over gehad. Dat was de eerste huisarts die zelf een aantal mensen behandeld heeft. Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek wat hij toen onderzocht heeft, had hij ook een overleg met de apotheker. Had hij een schema gemaakt van, ik geef eerst een paar dagen dit, dan een paar dagen dat en een paar dagen dit. Het was allemaal gebaseerd, uitgezocht. Dat werkte ook. Al die mensen die hebben het overleefd. En die heeft een website ontwikkeld bij opzet zelfzorg covid19.nl. Kijk, dat en is. En daar kun je dat allemaal terugvinden. Ja. En zet er een linkje onderin. Ja, hele simpele maatregelen om dat zelf te doen. Ja, want je noemde het net al, je zei al, vitamine D moet je zorgen dat je hebt. Vitamine C. Beweging, naar buiten toe gaan, ventileren juist, achter die computer weg en geen NOS meer kijken of andere media. Ja, NOS is virus, NOS is fake news. Ja. Nou, en je deprogrammering begint bij het stoppen met tv kijken. En al die apps deleten van de telefoon en loskomen van die telefoon. Ga met elkaar het contact aan, zoals jij en ik. Praat met elkaar. En juist door die spiegeling, en dat is waar al deze maatregelen op gericht zijn, en nu word ik weer een beetje fel merk aan mezelf, is dat ze het contact tussen mensen willen kapotmaken.
He, ja. Dus alles wat inhoudt dat mensen bij elkaar kunnen komen. Zoals nu die maatregelen, hoe verzin je het om in mijn huis te bepalen hoeveel mensen ik binnen mag laten. Dat is mijn huis. Ja, maar dat zeggen ze later, maar dat is een advies. In een ja, woning dat is vervelend advies, maar mensen pikken het op als zijn verplichting. Ja, en ik word er wel op aangesproken. He, dus je krijgt een soort, ik wilde helemaal niet terug naar die tijd van 75 jaar geleden. Maar mensen gaan elkaar verklikken. Gaan achter het gordijn loeren. Wat gebeurt er bij de buurman? En wat zie je? Dat er heel veel stress is. Maar hoe makkelijk mensen afstappen? Want als je ze zou zeggen, weet je nog de Tweede Wereldoorlog met die tijd van... Ja, daar mag je alleen helemaal niet naar verwijzen. Want nou, dan nee, krijg je dan meteen dat je in een hoekje wordt geduwd. Maar je hoeft helemaal niet zo bijzonder intelligent te zijn om de parallellen te zien tussen die tijd en deze tijd. Well, social media bijvoorbeeld. Als je ziet hoe mensen in een tweestrijd zitten met elkaar... Van dan ga je naar demonstraties, notabene demonstreren voor de vrijheid. En om aandacht te vragen voor de onzin van de maatregelen. En dan kan je anderen zeggen, ja, jullie brengen ons in gevaar. Nou ja, en dan denk ik dus, als we het over complotdenken hebben. Ja, die had die ander in een soort complot gezet. Waar ze zich niet van bewust zijn. Dat was een mooie meme. Er stond er iemand met een mondkapje en die had zijn hoep om met 1,5 meter. En die zei dan tegen iemand die niks had, die zei die wappie. Ja, ja precies, zo werkt dat. En men mag mij een wappie vinden, prima. Maar ik weet wel dat ik mezelf in de spiegel kan aankijken. En voor mij voelt het in elk geval eerlijk. Ik ben bijna 25 jaar arts in maart. Maar wat er nu gebeurt, is totale onzin. Ja? Ja, tuurlijk. Ja, ja ik ben het met je eens hoor. Ik bedoel, en dat baseer ik niet op mezelf, want ik ben geen arts. Maar ik heb wel een paar jaar universiteit gedaan, psychologie gestudeerd. En ik heb een zwaar leven gehad. Dus ik denk dat ik dingen snap en dat ik dingen een beetje kan wegen. Eén ding wil ik je wel vragen. Ben je ook thuis in de biologie van de psychiatrie? Dus ik hoor mensen zeggen, ja, maar je moet ook veel lol maken, want dan maak je stofjes aan. Ja. In je hersenen, die zijn heel goed voor je. Ja, klopt. Ja. Welke zijn dat? Ja, dat weet ik zo niet. Nee, oké, maar... Endorfine, denk ik. Oh ja, endorfine. Ja, endorfine, ja, dat weet ik wel. Maar goed, dat is ook met hardlopen. Hè? Dus alles wat die stofjes aanmaakt, wordt eigenlijk nu gezorgd dat je dat niet kan doen. Hè? S'avonds na 8:30 naar buiten gaan, heb je ook genoeg mensen die dat doen. Waarom? Omdat dat lekker rustig is, kunnen ze lekker hardlopen. Mag ook niet meer. Ja, hoe ver willen we nog gaan met z'n allen? En hoe lang pikken we het nog? Ja, iemand vatte het van de zomer heel goed samen. Die zei eigenlijk, als je erover nadenkt, alles wat leuk is in het leven en wat ons mens maakt, ja, dat, wordt dat zijn ze langzamerhand aan het afschaffen en mensen tegen elkaar uit aan het spelen. Ja. Als je... En ik zeg niet dat er niemand op de IC ligt, hè? Hoor je mij niet zeggen. Maar je hoort mij wel zeggen dat er 10 jaar lang Rutte er al voor gezorgd heeft dat er een enorme afbraak in de zorg is. En dat is waarom ik 2 jaar geleden ook letterlijk de straat op gegaan ben. Ja, want de aantallen waren er 2700 IC-bedden en er waren, of nee, 2500 en er zijn er nu nog maar 1100. Ja, iets van 1100 op een bevolking van 17,6 miljoen met een dubbele vergrijzing waar we nu naartoe gaan. Nou, tel uit je winst. En de centralisering van de ziekenhuizen. Dus de bereikbaarheid van de ziekenhuizen heb je ook nog verminderd. Door te zeggen van nou, we moeten iedereen bundelen. Ja, natuurlijk, want het is voor hun makkelijker te managen dan al die kleine streekziekenhuizen. Maar dat is niet in het belang van de ouderen. En zo is het al jaren gaande. En zo is het in de GGZ gaande, waarvan ik vanaf 2011 werk. Dat je ziet, 2012 mocht ik een afdeling sluiten. Nou, wat gebeurt? Die mensen konden dan een weekje worden opgenomen om even tot rust te komen. Want het zijn vaak met persoonlijkheidsproblemen. Die kwamen op de afdeling. Nou, uiteindelijk dan kwamen ze weer tot rust. Het systeem kwam tot rust, konden ze weer terug naar huis. Die afdeling is gesloten. Daar heb ik de sleutel van mogen omdraaien. Als arts en opleiding tot psychiater. En uiteindelijk zijn er toch mensen die ook daarom zelfmoord gepleegd hebben. Want die konden nergens meer terecht. Ik had dienst in de crisisdienst bij de GGZ in die periode. En dan was ik verantwoordelijk voor Eindhoven, regio De Kempen. En dan praat je over 250.000 mensen ongeveer. Er was 1 crisisbed beschikbaar. En dat 1 crisisbed betekent dat je alleen een mens kon opnemen aan de hand van een gedwongen kader. Dus iemand die psychotisch was en vrijwillig een opname wilde, daar was geen plaats voor. Die moest je zo lang mogelijk thuis houden met alle risico's van die. Ja, dat is bijna crimineel, hè, als je dat soort aantallen... Ja, en daarom ben ik zo fel, want het is niet iets van nu, dit is iets wat al jaren speelt. En met de gele hesjes ging ik de straat op en dan gingen we tussen het winkelend publiek. En iedereen deed zo, want ze moesten hun boodschappen doen. Ja. Ja, maar we hebben het laatst ook over gehad met mensen. Dat lijkt ook
een heel effectief verdeel en heers. En, ik hoor willen zeggen ook, mensen zeggen, ja, mensen in Nederland hebben het gewoon veel te lang te goed gehad. Het is allemaal wel goed, joh. Het is allemaal zo op erg. Op zich denk ik ook, ja. Maar ja, ook dat verdeel en heers maakt ook dat er weinig slagkracht is om met aantallen mensen te demonstreren, bijvoorbeeld. Nou, wat de tactiek is, is gewoon, je begint met zwart maken van degenen die demonstreren. Dat zie je nu ook weer met heel de viruswaarheid gebeuren. Alle artikelen die in de mainstream media verschijnen, is gericht op het zwart maken. Ja. En dan zijn ze wel antisemitisch, dan weet ik veel wat er allemaal gezegd wordt. Dat is een tactiek. En is er een demonstratie, dan zet je mensen in die de boel verzieken. Dat zie je, ik ben in Brussel geweest. Met de gele hesjes. Dezelfde tactiek? Dezelfde tactiek. Afgelopen zondag nee. ook. Ik was ja. erbij. Ja, precies. Nou, dan gaan er in één keer vuurwerkknallen af. Mensen die vuurwerk gooien. Er lopen gozers tussen met capuchonnen op, sjaal voor de mond. Een bepaald soort type waarvan ik niet weet van wie zijn dat. Het ja. was dus 2 jaar geleden al. Ja, ik denk, ja, iets korter waarschijnlijk. En die lokken de boel uit. En dat die lokken de boel uit. Dan is er een drone in de lucht. En dan zie je dat alle toegangswegen in Brussel was dat. We worden afgezet door ME, dus je wordt in een soort fuik gedreven. En aan het einde van die fuik staat de ME met schilden klaar. En dan word je klemgezet met traangas. En dan hem niet eerder eruit voordat ze identiteitsbewijs hebben gezien en daar een foto van gemaakt hebben. Ik dacht, nou, ik weiger dat. Toen was het de keuze of mee een busje in of toch laten zien. Nou, omdat ik reed, heb ik toen toch maar laten zien. Hè? Want anders was de rest niet thuisgekomen. Maar dat is gewoon iets, een tactiek, wat ja. wel werkt. Nou ja, het is een bepaalde. Er was toevallig afgelopen zondag was er een demonstratie, notabene tegen het kabinet Rutte. Dat was de insteek. Ja. Die was verboden. En toen waren er toch heel veel oproepen gedaan om toch te gaan. En notabene tegen het kabinet, ik bedoel niet tegen die politie die er stond, maar er stond een overmacht aan politie. Ja. En als je kijkt naar het excessief geweld, het misstaat een land als Noord-Korea niet. En ik heb het wel vaker gezegd, maar mensen denken dan, ja, je wordt hier niet gemarteld, er zijn geen concentratiekampen. Dan denk ik, oh, wacht even, je gaat niet kijken naar wat het in de excessen wel is. Je gaat kijken waar gewoon geen oog hebben voor hoe ver we al in de buurt op zijn geschoten. Ja, precies. We zakken af, ja. Dat is een leuk gezegd, is ook, birds born in a cage think flying is an illness. Dus, ja, precies. Het is zo raar dat hij. Maar hoe zou jij dat als psychiater klassificeren? Als iemand zo ver wegkijkt van dingen die gewoon recht voor je neus liggen en dat het gewoon niet inkomt zo? Nou ja, ik denk dat ze als het ware een soort tunnelvisie hebben. Iedereen heeft zo zijn eigen tunnelvisie. En in plaats van op onderzoek uit te gaan door te zeggen, nou, ik ga toch eens even kijken bij zo'n demonstratie wat hier nou eigenlijk gebeurt. Als je dan bijvoorbeeld, ik ben ook in Den Haag geweest, hetzelfde laken en pak. Ja, goede sfeer bij de demo's. Wij zijn bijna allemaal geweest. Het zijn allemaal lieve mensen. Precies, maar er is een overmacht aan politie. Wat zich al begint op te bouwen. 'S Ochtends voor de demonstratie. En ik bedoel, maar ga dan op onderzoek uit. En ga niet zitten zeggen van, als je terugkomt op jouw vraag. Vanuit een soort mindvisie van, tunnelvisie van, nou oké, het zal zo of zo wel zitten. En praat met mensen en zet ze niet gelijk als wappies. Zeker de afgelopen dagen, normaal doe ik er niet mee, maar dat ging weer helemaal los op de social media. Want alle kranten, berichten komen van de mainstream media, komen eruit. Die zetten alles weg dat er zogenaamd heel agressief geweld was. Er was een paard mishandeld met een illegale wapen. er waren zogenaamd de demonstranten die het eerste geweld deden. Dus dat is een vast stramien. Mm-hmm. Ja. Hoe kunnen we dat doorbreken eigenlijk? Hoe kan je die mensen nou nog bereiken die nu met mondkapjes in de auto zitten met het raam open? Bijvoorbeeld dat soort mensen. Oh, die heb ik gewoon opgegeven. Ja, nou ja, ja. Daar doe ik niemand niks mee. Ik denk, blijf lekker leven in je eigen tunnelvisie, dus in je eigen bubbel. Ja. Maar val mij niet lastig. Nee, dat is ook het punt. Als je kijkt naar de mensen die tegen de maatregelen zijn, die zeggen van, joh, doe jullie lekker wat je wil om je te beschermen, laat ons met rust. Ja. Dus die gunnen wel de vrijheid nog een andere. Maar die mensen die bang gemaakt zijn dat ze in al die maatregelen die niet werken, die zeggen wel, ja, je brengt mij in gevaar. En dat is wel een hele agressie tegen mensen die zonder mondkapjes lopen. Nou, en dat komt denk ik door de mainstream media, dat die beginnen met een schuldgevoel aan te praten. Ik ben verantwoordelijk voor de gezondheid van de ander. Nou, sorry, maar daar heb ik helemaal geen invloed op. Dat is die ander zelf. Wie heeft daar invloed op? En ik ben verantwoordelijk voor mijn gezondheid. En misschien voor dat van mijn gezin, omdat ik dan misschien de boodschappen voor hun doe.
Hè, en zorg dat zij in een veilig huis kunnen wonen. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor de ander. Ja. Maar dat is wat de mainstream media doet. Die blijven de schuld bij de ander neerleggen. Maar je, hè, dat doen ze heel geraffineerd, ook bij de kinderen. De jongere is verantwoordelijk voor als opa of oma op de IC terechtkomt. Nou, mooi niet. Ja, schandalig. Hebben we ook, toen de tijd dat je voor het eerst sprak, hebben we ook mensen gesproken. Want toen was het helemaal wennen, omdat het nieuw was. Dat mensen bijvoorbeeld hun demente schoonmoeder of moeder niet meer mochten bezoeken. Ja. Nou, als iets bij dementie belangrijk was, is het wel dat je regelmatig contact hebt om het nog een beetje vast te houden. En dan die schrijnende verhalen en dan de complete maling aan die de over heeft. Ja, ik ben er langzamerhand een idee van op gaan bouwen. Ik vind het gewoon crimineel. Maar goed, dat mag iedereen voor zichzelf. Ja, dat vind ik ook. Dus ik denk dat we te maken hebben met een groepje psychopaten. Ja, dat... In Den Haag. Ja, inmiddels na al die gesprekken en ik... Er is nogal wat van een psychiater te horen. Ja, alleen in DSM-5 staat psychopathie niet als een stoornis. He, er staat natuurlijk wel, ik heb er gisteravond nog eens naar gekeken, maar wel persoonlijkheidsstoornis. In de zin van narcistisch antisociaal. En dan denk ik dat minimaal meneer Rutte daar toch wel invalt. Antisociaal, met weinig, geen empathie. Ja. Gebrek aan empathie. Ja, ik heb er ook wel eens over nagedacht. Hij is natuurlijk, hij heeft geen vriendin voor zover, of heel weinig relaties gehad. Ja. Dat geeft al een bepaalde... Geeft toch bepaald iets aan, dan heb je ook nog dat hij geen kinderen heeft. Als je wat ouder bent en je ooit voor kinderen moet zorgen, dan weet je wat het betekent om onbaatzuchtig om voor iets te zorgen. Mm-hmm. Dat schept ook een band, zeg maar. Ja, dat, Hetzelfde geldt voor Merkel, hè? Ja, heeft precies. Nou, dat zijn er meerdere. Macron, even die toe, die is getrouwd met zijn moeder, denk ik. Maar... Ja, nou ja, het laat wel een bepaald soort mens zien en dat moet notabene en dan. Wat wij dus merken nu hier ook, is dat er afgelopen jaar een enorme toename is geweest in spiritualiteit. Ja. Ik heb het ook een beetje aan mezelf gezien, want normaal maakte ik als comedian daar grappen over op een podium. Mm. Maar geleidelijk aan is het meer organisch tot me gekomen, een bepaald besef, omdat je komt met mensen contact. En dan, maar ik ben niet religieus geworden daardoor, want ik vind gelovige mensen heel fijn, maar religies heb ik er een van. Maar dat je bijvoorbeeld een ultiem tussen de slechtheid van... Zoiets wat ik dan aanvoel als wat de overheid doet. Puur slecht gewoon. Ik moet het nog maar op kunnen brengen. Als ik een keuze moet maken van... Ik ga 100 mensen redden van een corona iets. Maar ik laat er gewoon duizenden meer doodgaan aan uitgestelde behandelingen. En, en die vraag die gesteld werd aan Rutte in de Tweede Kamer was... Heeft u oog voor de nevenschade die uw beleid doet? En vind je niet tijd dat er onderzoek naar gedaan wordt? En daar is gewoon... al onderzoek naar gedaan, hè, trouwens. Toen er is onderzoek... Schippers, ja. Oh, ja, klopt. Ja, die heeft daar een paper over geschreven, al heel vroeg. Ja, maar zij is een wetenschapper. Dat zou je denken dat in de overweging van de regering, dat meegenomen wordt. Maar die gaan alleen maar op hun eigen experts af. Ze hebben totale blinde vlek ervoor. Ja. Ik vind dat ook wel verdacht. Kijk, dan denk ik, als je zo'n blinde vlek hebt en iedereen die een andere mening heeft, censureert... Dan denk ik van, nou, dan zou ik bijna zeggen, die World Economic Forum, als ik het goed heb, hè, van Klaus Schwab. Ja. Dat die echt wel bezig zijn met een enorme reset. Ja, ja, dat is... Wereldwijd dan, hè? Er is heel veel over geschreven daarover. Hij heeft ook te maken met het financiële systeem. Maar het feit dat ze zelfs autocraten zoiets uit durven rollen met alle schade, dat is... asociaal en psychopathisch gewoon. Ja. Wat we heel erg constateren, ik weet niet of jij dat ook constateert, dat er een soort lijkt wel alsof er in de groepen mensen die zogenaamd bewust zijn van de kwalijkheid, van de maatregelen, van de weg die we nu aan het bewandelen zijn en alles wat dat teweeg brengt in de maatschappij, die zijn helemaal de eigen communities aan het opbouwen. Ja. Wij hebben contact met mensen die zeg maar in de groepen verenigen. Dat zijn mensen van alle plamage. Ja. Het maakt niet meer uit wat voor huidskleur je hebt. Het maakt niet uit wat voor politieke voorkeur je hebt. Die mensen... Ja, dat is zo mooi. De hele verdeel en heers werkt daar niet bij. Ja. En ze helpen elkaar. Ik weet, ik heb een initiatief om voedsel te verbouwen. Ja. De kapster die beknipt iedereen. Heb jij daar ook zicht op dat soort initiatieven? Ik heb er wel zicht op, maar ik wil er niet heel veel over kwijt. Oké, okay, maar... Kijk, ik ben wel... dat ik denk van, ja, we moeten het samen doen. En dat is niet het samen van meneer Rutte, maar gewoon het samen dat we weer gewoon respect hebben voor elkaar. Het menselijke laten overheersen.
Hè, en dat we voor elkaar zijn. En dat begint al bij, bij je eigen huis, bij je eigen voordeur. Ja. En met de eigen buren. Dus dat je elkaar voor elkaar bent en je ook ontfermt over de mensen die nu in een isolement terechtkomen. Die alleen zitten. En ja, dat betekent ook dat je elkaar opzoekt en voor elkaar zorgt. Ja, ja, we zien dat in meerdere groepen, maar inderdaad, ik zal ze niet noemen. Want heel veel dingen zijn nog in de prille fase. Maar, ja, precies. Maar je ziet wel de beweging. Er is een enorme kracht in het vrijkomen, ten positieve. Ja. En op een gegeven moment kunnen mensen kiezen of je blijft in deze angst leven. Dan wens ik hun veel succes. Of ze komen bij die groep die positief leeft. En je hebt nog wat aan je leven. Ja, dat is klaar het al. Ja, dat zie ik een beetje als, en anderen ook zien dat als de bijvangst eigenlijk van de ellende en van wat we mee hebben gemaakt. De bijvangst is dat er hele mooie dingen ook ontstaan eigenlijk. Hè? Dus ja, vanuit de waanzin van mensen die vanuit de angst kiezen om met melkkorven rond te lopen die niet werken. En dan ook helemaal te conformeren of zo. Maar je hebt ook een hele grote groep mensen die elkaar aan het helpen is. Die aan het verenigen is. Dat merkte ik ook trouwens op de demonstratie afgelopen zondag. Ja, ja. Ik kom aangelopen en ik ben al bij meerdere demonstraties geweest. En dan kom je aangelopen en dan zie je duizenden mensen. Ja. En dan weet ik standaard al in mijn gevoel als ik naar ze toe loop. Dan weet ik, nou, dit zijn bij uitstek, als uitgangspunt zijn het al bondgenoten, dat sowieso. Mm-hmm. Het zijn allemaal goede lui, want ze zijn opkomen dagen. Ja. En dan loop je er doorheen en dan de sfeer tussen de mensen. Het is gewoon eigenlijk hoe het zou horen zijn. En ook wat ik ook al aangaf, alle kleuren. Maar het is niet meer belangrijk welke huidskleur je hebt. Het is niet meer belangrijk welke politieke voorkeur je hebt. Want politiek ligt sowieso weg. Ja. Want als de politiek deze onzin voor ons neerlegt als realiteit. Ja, wat maakt het dan uit of je links of rechts bent? De andere dingen zijn veel belangrijker voor die mensen. Ja, precies. Ja. En mensen willen toch gewoon bij elkaar zijn. We zijn sociale wezens. Maar weet je, ja, als ik kijk naar de voorbodes, die zijn er natuurlijk al heel lang geweest. Hè, van de signalen dat dit eraan stond te komen. Is dat zo? Ja, kijk maar naar de manier waarop wij met dieren omgaan. Hoe we met de natuur omgaan, hoe we met het milieu omgaan. Ja. Het kon nooit op. Hè, dieren die geruimd moesten worden omdat ze een of ander virus bij zich hadden. Ja. Kijk naar de varkensboeren, kijk naar de pluimveehouders, de nertsenbedrijven. Ja. En nu schieten overal de uitzendmasten langs de autowegen, reizen de pan uit. Windmolenparken, zonnepanelenparken. We gaan echt toe naar een of andere high-tech wereld. Maar ik wil helemaal niet leven in een high-tech wereld. Ik wil gewoon intermenselijk contact. Ja. Nou ja, als er verbeteringen zou zijn in technologie, dat zou je nog niet eens zo niet tegen hoeven zijn. Als het maar niet plaats maakt voor die menselijke. Precies, het moet steunen. De techniek moet ons steunen en ons mens kunnen zijn. Maar het niet overnemen, dat is volgens mij waar nu naartoe gewerkt wordt. Door de techniek wil men ons onder controle houden. Het vaccin moet ons rustig houden, zodat we niet bang zijn voor enge ziektes. Maar we moeten wel doen wat een kleine minderheid tegen ons zegt. Ja. Maar de structuur om dat voor elkaar te krijgen, om dus zoveel macht te hebben om dat te doen, daarmee is eigenlijk de geloofwaardigheid of nee, de leugen in de politiek is er zo ingeslepen dat de hele de democratie, voor zover het al een democratie was, als de mensen één keer in de 4 jaar mogen stemmen, ja, op een nieuwe regering, dan die illusie hebben dat je een democratie hebt. Ja. En dan ook nog, dan zou je kunnen denken, ja, maar we zijn vrijer dan in Noord-Korea en andere landen die we eng vinden. Omdat de instituten eromheen, zoals media, pers en alles, dat is vrij, want je hebt vrijheid van meningsuiting. Maar we zien verdorie, al die dingen die ik net opnoem, daar zie je een corrupt openbaar ministerie met alle uitwassen. Je ziet een media die gewoon schande hoe ze zich niet aan de taak. Die media is helemaal niet zo vrij, want die is in handen van 2 Belgische families. We hebben hier in Nederland helemaal geen vrije pers meer. Dus ik bedoel, voor die 2 families is het een piece of cake om te zeggen van jullie moeten dit en dit uitzenden of kondigen. Nou, maar zouden ze dat zelf snappen? Want volgens mij denken ze, al die journalisten die wij wel eens tegenkomen op demo's, die denken allemaal dat ze heel goed werk doen. Die zullen toch niet bewust denken van, oh, ik ben alleen maar zo'n leugenachtig varken, omdat ik omdat ik salaris krijg. Dat hele bewuste proces gaat helemaal niet bij hun zo. Nee. Zij zitten in een bubbel dat ze denken dat ze iets goed doen. Dat zou kunnen, maar misschien, ik heb ook geen idee hoe het daar achter de schermen gebeurt. Maar wat ik meegemaakt heb met journalisten is bijvoorbeeld op het Stadhuisplein in Eindhoven, dat we daar als gele lijstje stonden met een groep van artikel 1 mensen die het artikel 1 promoten van de mensenrechten. En dat wij als gele lijstjes volkomen genegeerd werden door het Eindhovens Dagblad. En laatst ben ik ook na de demonstratie in Eindhoven, de laatste demonstratie had ik gesproken. Er stond een artikel in over dat wij wappies waren.
Toen werd mijn naam ook genoemd. En toen werd er gewoon verkondigd dat het onderzoek van de inspectie vanwege de medische verklaring die ik uit had geschreven, dat dat nog zou lopen. En dat was niet waar. Dus ik heb die journalisten aangeschreven en gezegd van, ja, maar dat klopt niet. Nou ja, puntje bij paaltje bleek dat zij het gewoon na kon kijken in een of ander iets wat de inspectie al had beslist over mij. Ze had kunnen zien dat het gesloten was. Maar dan toch naar buiten toe de schijn opwekken alsof ik degene ben die onder een vergrootglas ligt omdat ik niet kosher ben. Maar dat is een cynisch spelletje, want het oorspronkelijke bericht leest iedereen, maar de rectificatie nooit. Tenminste, ja, nauwelijks. Dat heb gelukkig wel iemand gelezen, maar goed, inderdaad, er staat ook een paar pagina's verderop inderdaad. Ja, bedoel, het nieuws is bombshell nieuws, het is, valt in het plaatje van de framing en, dus, en daarna de rectificatie, dat is zo. Maar voor mijzelf was het wel, want toen ik zei, als je niet oplet en geen rectificatie plaatst, dan ga ik je aanklagen voor laster en smaad. Nou, toen was het wel heel snel geregeld. Ja, toch wel. Ja, dus het zijn ook gewoon angstige mensen. Het is heel lastig om te generaliseren, maar je ziet wel inderdaad de tendens dat als er in 2009 nog enige vorm van kritische onderzoeksjournalisme was tegen de Mexicaanse griep. En of je mensen het nou leuk vinden om te horen of niet, wat nu met COVID is gebeurd, is eigenlijk een blauwdruk daarvan, was in de Mexicaanse griep. Maar toen lukte dit niet, door bepaalde redenen. Onder andere omdat er nog vrije journalisten waren die de moord en brand overschilden. Ja. Dat er nog comedians, cabaretiers waren die daar grappen over maakten. En de angst werd toen ook nog niet zo effectief erin gepompt. Mm-hmm. En dat schuldgevoel. Yeah. En dat is als een nachtkaars uitgegaan met een heleboel kosten die gemaakt waren over vaccins die ook nog schade hebben toegebracht. Ja, narcolepsie, slaapziekte. En als ze zeggen, als de geschiedenis herhaalt zich omdat de mensen de eerste keer niet op zaten te letten. Maar dat is een feit wat er nu aan de gang is. Er zijn ook mensen, kijk, als ik geen bewijs heb, wil ik het niet zien. Wil ik het niet te stellig beweren. Maar je ziet wel patronen. En een heleboel mensen zeggen, het is een kwaadaardig plan. Het zijn agendas die uitgerold worden. Die notabene ook nog op papier staan. Ook nog, hè? Dus het is ook nog terug te lezen. Wat verwacht je van het aankomende jaar? Nou, dat we hier nog lang niet uit zijn. Want als het COVID-19 is, dan is wat ook al Michele Schippers ook zei. Maar dan komt COVID-20, COVID-21, zolang we maar de mensen onder druk blijven zetten. Ja, ze hebben nu iets gevonden. Het wordt niet voor niets het nieuwe normaal genoemd. Ik kan nagaan, als je nu terugkijkt, dat werd in februari en maart al gezegd. Dat is niet iets van het nieuwe normaal. Het werd al aangekondigd dat het nooit meer normaal zou worden. Dus het stond al steken aan de wand. Maar hoe verklaar je dan dat zoveel mensen daarmee akkoord gaan? Ik bedoel, ligt zo duidelijk voor je of zo. Ziende blind. Nou ja, ik denk omdat die toch nog steeds dat rotsvaste vertrouwen hebben in de overheid. Hè, wat er de jaren in. Hoe breken we dat? Sorry dat ik doe. Ja, dat is niet mijn taak. Nee, gewoon in je gedachtegang van. Ja, dan moet je uitzendingen van de NOS stoppen. Dan moet je daar gewoon de kabel doorknippen. Dat is heel simpel. Ja, dat houdt het in stand inderdaad. Ja, daar moet je mee stoppen, dan hebben ze niks meer. Maar dat gaat niet gebeuren, dus je moet eigenlijk maar mensen aanspreken en zeggen, ik weet het, ik zeg wel eens voor de grap, je deprogrammering begint bij het stoppen met tv kijken. Ja. En dan als je dan na een half jaar stoppen met tv kijken weer eens gaat kijken, heb je het naar de eerste 5 minuten al door hoe je al die tijd gebullshit bent. Ja, radio, tv en gewoon gaan leven. Ja, dat is eigenlijk een goede raad. Dus stoppen met tv kijken, mensen. Doe het nou eens een keer. Gewoon haal die stekker eruit. Ja. Dat is gewoon. Maar goed, het is een lastig verhaal, want wij zijn nu ook al een tijd bezig. En wij proberen ook zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. En onder het mond van, dan hoor je het is van een ander of zo. En we hopen dan maar dat sommige mensen geprikkeld worden. Als ze het dan niet voor zichzelf doen, dan misschien voor hun kinderen of zo. Waar ik me ook heel erg over verbaas, is het gebrek aan eergevoel. Het lijken net als zo'n laffe hyena's. Laffe, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Ik heb daar zo'n minachting voor. Stel je hebt kinderen. Yeah. En je hebt een gezond verstand. En dat je niet het eergevoel hebt om te knokken voor je kinderen dat het voor hun het beste is. Ik snap die denkpatronen niet. Ja, ik denk omdat ze dan toch nog ergens de hoop hebben van dat het een soort nachtmerrie is waar ze in terecht zijn gekomen. Dat ze het nog steeds tegen beter weten in hopen op dat het wel weer goed komt. Maar hoe kunnen mensen zo'n blinde vlek hebben voor iets wat gewoon zo duidelijk is? Je hoeft alleen maar de officiële dingen te je voelt toch wel dat iets rammelt?
Ja, maar blijkbaar is het dan nog niet genoeg te voelbaar. Er rammelt blijkbaar nog niet genoeg aan hun huis. Is dat dan de wet van Darwin die aan het werk is? Dat ze gewoon, dat ze voorbestemd zijn om gewoon af te stompen hier en dat ze dan... Ja, maar kijk, maar continu NOS kijken, dan stomp je wel af natuurlijk. Hè? En Netflix doet daar ook nog zijn best. Hè? Als je, ja, ik bedoel, mensen lezen ook niet meer. Ook een ander signaal was dat de afschaffing van de bibliotheken in de wijken. Ja, ze zijn steeds dommer. Dat zei, ja. George Carlin zei er, had er een hele mooie grap over. Die zei, er zullen mensen die net slim genoeg zijn om de machines te bedienen, maar die net niet slim genoeg zijn om aan de keukentafel erachter te komen dat ze verneukt worden. Ja. Hij zei het dan in het Engels, dat klonk beter in het Engels. Kijk, iedereen heeft nog wel te eten. Ja, nog wel. Maar er zijn ook mensen, want we hebben meerdere mensen aan boord gelaten, die al heel lang de werking zien van totalitaire systemen, zeg maar. Mm-hmm. En die voorzien gewoon echt een slavenmaatschappij. Ja. Ja, dat geloof ik. Maar die hebben wij eigenlijk al, hè. Met een burgerservice nummer. Daarom zit iedereen ook al in het systeem van hypotheek, bank en schuld. En daarom blijven ze werken. Anders kun je je schulden niet al betalen. Ja, en ik heb gemerkt hoe machtig het is. We hadden vorige keer een stichting, ik zal niet zeggen wat die stichting deed, maar die zit dan zeg maar niet in het lijntje van wat de overheid wil. En die kan gewoon bij een gewone bank geen bankrekening openen. Ja. Dat kan gewoon niet. Ja. Wij hebben zelf ook een censuur gehad. Wij zaten bij een betaalsysteem voor onze webshop. En omdat onze content hun niet bevalt, omdat wij overheidskritisch zijn, terwijl we notabene altijd aan bronvermelding doen, dus je kan dat altijd nakijken, hebben ze gewoon met een hele vage reden hebben ze die betaalmethodiek hebben ze afgebroken. Omdat ze een low risk blablabla bla bla zijn. Maar dan zijn we toch eigenlijk al een totalitair regime? Ja, nee, het dringt gewoon heel veel mensen niet tot ze door. En, omdat die blijven meemarcheren, inderdaad, ja. Ja, maar, ja, en als zoveel mensen het wel constateren, en ook het geweld, hè. Ik las laatst een paar mensen op de social media over het geweld dat er gedaan werd op het Malieveld. Dat sommige mensen zo debiel zijn dat ze zeggen, ah, die wappies, er moet gewoon een bom op. Letterlijk, hè. Weer een psychiater minder. Of iemand, dan zie je die foto van die man die wegrent tussen twee paarden. Die krijgt een klap op zijn kop, dus half het schedel ligt open. Yeah. En dat mensen zeggen van... Dat hadden ze bij ze allemaal moeten doen of zo. En dan denk ik bij mezelf... Ja, maar daarom zeg ik ook, als je zo denkt, waarom zouden wij er ons nog druk over maken? Laten we gewoon die parallele samenleving doen. Ja. En dan laten we lekker hun ding doen, wij doen ons ding. En vooral me niet lastig met een of ander vaccin wat niet werkt. Ik ben totaal weigeraar. Ik zou dat nooit doen. Ik zal me niet testen, ik doe helemaal niet mee. Maar nou, hoe vind je dat, die ontwikkeling? In Langerlands nog wat, weet ik hoe die... plek heet in Nederland. Daar hebben ze, omdat er vanwege de Engelse variant, was er in het nieuws zoiets van dat ze verplicht iedereen wilde testen. Ja. Maar hoe kunnen ze dat nou? Ik zal me nooit laten testen. Ik ook niet. Want ik heb zoiets van, ik geloof wel dat er COVID bestaat. Het heeft een naam, het is iets. Maar wat in mijn onderzoek, en dat heb ik ook gedaan, blijkt dat het dezelfde fluctuatie heeft in de periode dat het zeg maar actief is. Mm-hmm. Ik weet welke risicogroep ik zit. Ik hou me al jaren eraan dat als ik ook maar als ik koorts heb, ga ik niet naar een stadion toe. Dus sterker nog, je voelt je vaak te ziek dan ook om dat te doen. Precies, maar je weet al generaties lang, weet je dat als je een beetje ziek bent, dat je niet naar kwetsbare mensen gaat. Dat zit gewoon in je... Ja, het zit er in je bakken, ja. Maar ja, dat is dus wat ik wel doe. Maar goed, het is wel heel verhelderend. Dus ik hoef me er niet meer aan te irriteren. Ik moet die mensen gewoon een beetje afgeschreven beschouwen, eigenlijk. Ik moet geen hoop hebben dat die mensen ooit wakker worden. Ik zou er wel gewoon mee praten. Dat is ook een beetje, dat is een groep hypnotherapeuten. Die heeft dat heel mooi opgeschreven. Van dat we eigenlijk met z'n allen aan een massa-hypnose blootstaan. Daar wil ik wel meer over weten. Ja. Die hebben een heel mooi stuk daarover geschreven. En een van die manieren waarop dat gebeurt is het woordgebruik van onze meneer Rutte en de jongen. De beelden die continu op de mensen worden afgeschoten. De gaslighting, hè? Het compleet gek maken. Ja. Door de ene keer keihard te zeggen, het is schijnveiligheid. Aan de andere kant verplichten dat mensen, hè, zo gek kan het toch niet zijn? Ja, het is wel zo gek. Ze worden in de war gebracht, hè? En je kunt geen dag zonder corona zijn. Nee. Een coronaloos bestaan bestaat nu niet meer. Dus in die zin blijft het gewoon onderhouden. En het is niet zo. Het is ook uit zelfbescherming dat ik denk van ja, het is niet mijn taak om de ander wakker te krijgen. Niet meer. Ik hoor ook huisartsen die zeggen van ja, dan komen mensen helemaal in angst op mijn spreekuur. Maar ik word niet geloofd.
Ik heb in het begin ook zoiets gehad van, nou ja, ze zitten gewoon op mijn stoel als arts. Ja, ja, het vertrouwen dat, is sowieso heel lang weg in de autoriteit. Nee, maar blijkbaar is de overheid is nu ook nog arts. Ze zijn leraar, ze zijn alles. En ze hebben zelf een hbo-diploma. En niet om daarop neer te kijken. Maar ze zijn helemaal niet bezig met wat ze eventueel wel zouden moeten doen. Dat is leiding geven en het land overeind houden. Ze zijn juist bezig met een ontzettende afbraak. Door torenhoge boetes. En dan ook weer terugkomen naar de horeca. Die ondernemen ook niks. Die blijven dat, dicht. Wat je nu aangeeft. Wij zijn al langer actief aan het zoeken naar mensen die zeg maar naar beroepsgroepen. Zo hebben we evenementenbranche aan het woord gelaten. Maar, theatermensen en andere branches. Maar wat ik niet snap, hè. Hoe kan het nou zijn dat je zo... Want het is een langzaam wurgen. Er wordt met die TOZO-regelingen, andere regelingen, dat je personeel gedeeltelijk betaald wordt. Je hebt de NOW-regeling en andere dingen. Ik weet er niet fijne van. Maar het is een langzame wurging. Hoe komt het dat ze dan niet zich verenigen bijvoorbeeld? Ik denk dat er te veel oneenigheid is, te veel angst, omdat ze bedreigd worden met hoge boetes. En er is er nu weer de worst voorgehouden dat ze extra geld krijgen, maar dat gaat wel van de pensioenpot af. Dus als wij straks met pensioen gaan, dan is er gewoon geen pensioen meer. Ja. Ik zou zeggen, droom lekker verder. Lijkt wel in een soort piramidespel zitten. Er worden miljarden vergeven die er mogelijk niet zijn. En dat alles omdat dan zogenaamde virus rond werd, waarvan ik zeg van open dan een failliet gegaan ziekenhuis, dumpte al die mensen in, zorg voor kundig personeel wat je eerst al die jaren geleden hebt ontslagen, haal die weer tevoorschijn en verzorg die mensen en dan kan de rest van de maatschappij doorleven. Ja, klinkt heel, voor mij als muziek in mijn oren, klinkt ook heel logisch, maar... Maar de logica is er nu niet en dan zeg ik, dan is er een ander scenario, dan zijn ze er gewoon bewust op uit om het land kapot te maken en dat is strafbaar, dat is landverraad. Nou ja, we kunnen een beetje vooruitkijken. De maatregelen zoals in Nederland die had zeg maar een strengere lockdown al in Duitsland. Toen hadden wij zogenaamde intelligentere lockdown. Ja, ja. En zo zie je, dus we moeten eigenlijk goed in de gaten houden wat er in de omringende landen gebeurt. Er zijn al lockdowns nu. Dus de mensen mogen al rekening houden dat we vanaf morgen een lockdown hebben. Ik denk die avondklok bedoel je? Oh, ik ben niet in de war. Ja. Vrijdag, hè? Van 8:30 tot 4:30, 5:30. Gaat hij dan in of... Dan gaat hij in om 8:30. Ja, hij is een half uur dat is dan is dat helemaal zeker al? Volgens mij is het door, ja. 8:30 s'avonds? Ja. Ja. Nou, dan weet ik wel wat ik op die tijdstip ga doen. Ik ga een wandelingetje maken. Ik ga nooit een wandelingetje maken, maar ik ga dan een wandelingetje maken. Ja, precies. Ik denk dat een patiënt gaat bezoeken. Ja, moet ik dat doen. Ja, ik ben ook van de pers, hè, dus heb ik een perskaart, dan ga ik natuurlijk onderzoek doen naar de stilte op straat of zo. Ja, precies. Nou ja, ik hoop wel dat mensen de eigen verantwoordelijkheid nemen en als ze dat niet voor zichzelf doen, dat ze het dan voor de kinderen doen om deze waanzin te doorbreken. Ja. Ik vind het ook op je eergevoel, als je dat niet doet, moet je gewoon diep schamen, gewoon, vind ik. Nou, de kinderen zijn natuurlijk een gigantisch slachtoffer. Nou ja, ik zie het omheen. Twee weken geleden is een kennis van mij, die bij mij ook nog in de buurt woont. Mm-hmm. Er was een gerucht gaande via social media dat een jongen voor de trein was gesprongen. En ik had het zo druk dat ik niet wist wat... Ja, ik wist dat het gebeurde, maar ik had het druk. En ik had niet de signalen dat het zo dichtbij was. Maar die is gewoon voor de trein gesprongen. En ja, dat geeft me wel heel erg aan, omdat ik ook zo doorga met... Wat we hier doen, het is gewoon schandalig druk. Maar dat gewoon vanuit de complete wanhoop. En dan de hel van de dingen. En dan denk ik aan die ijskoude psychopaten daar zo. En ik hoor dan de cijfers hoe dat in toenemende mate gaat. Het is gewoon één grote misdaad tegen de mensheid. Die wereldwijd... dat is ook zo. Misschien hard gezegd of zo. In Afrika zijn bijvoorbeeld meisjes die nu niet meer naar school kunnen. Die decennia terug... zijn geworpen met de rechten die ze eerst wel verworven hadden. En dat zie je nu ook bij jongeren natuurlijk. Die worden gedwongen om alles online te doen. Vooral 14 jaar als je daarop terugkomt. Ja, dat is een kind wat behoefte heeft aan contact met andere kinderen. Daar moeten ze hun eigen identiteit uit ontwikkelen. Ja, maar ze kunnen geen kant uit. Ja, en hoe snel de gewenning is dat het nieuwe normaal is voor kinderen. Kijk, als je ouder bent, dan heb je nog vergelijkingsmateriaal. Hoe gek we in de 90e jaren waren bijvoorbeeld. Met uitgaan, met leuke dingen doen, met wat je maar wilde. Maar dat hele festivalverhaal, dat ligt nu al zo lang stil. Er is nu een nieuwe generatie ontstaan die denkt dat normaal is. Dat je niet helemaal uit je bol gaat op feesten en bij elkaar in de modder, weet ik veel, op een festival.
Ja, ik vind het heel kwalijk ook. En ja, ik heb altijd nog wel hoop. Dat ik denk, nou ja, hoop is voor de domme, denk ik ook. Je wordt ook een beetje cynisch. Dan heb je wel nodig om te overleven, hè? Nou ja, ik heb dan gelukkig een wicked sense of humor. Dat ik gewoon stomme grappen maak erover. Waar ook een beetje de ballon een beetje lucht eruit aan blaast. Ja, ja. Maar het is echt grof schandalig. En ik heb dan echt wel de hoop toch ergens ook dat er mensen mee aan de haal gaan. Dat ze ineens achter de oor krabben en denken van... En dat er groep mensen die gewoon niet meer mee gaat werken, dat die groter wordt. Nou ja, dat is de enige manier, hè? Dat politie eindelijk zegt van nou, wij willen weer gewoon politieagent zijn. En niet een soort knuppel, met de knuppel rondzwaaien. Ja, maar ja, die zijn er ook, die geluiden, maar dat wordt dan ook anoniem verspreid. Ik denk dat het nog zo lang duurt, omdat ze de psychopaten in de leiding hebben daar. Ja, precies. Kijk, en de verkiezingen ook. Ik denk ook, ja, daar hopen dan andere mensen weer op. Maar ja, het is makkelijk te manipuleren allemaal. Ik zelf moet zeggen, van de politici die we gehoord en gezien hebben, is de een die er bovenuit steekt, die echt stevast in een eenmansfractie, notabene, het gezonde geluid heeft laten horen. Je hoeft maar één bijdrage aan de algemene beschouwingen of andere dingen in de Tweede Kamer. Die man heeft stevast gewoon gezegd hoe het in elkaar zat. Ja, en dat is Wieberen van Haga. Ja, dat klopt. Ja. Dus Wieberen... Goed gedaan, man. Maar hij kan het natuurlijk niet in zijn eentje. Hij heeft wel ook het volk nodig wat op gaat staan. En wij moeten met z'n allen opstaan. Nou ja, ik heb een kleine hoop, want ik ben helemaal niet zo van de politiek. Maar voor zoals politici voorkomen, gezien het verhaal wat hij vertelt, dat ik dan kijk naar de minderwaardigheid die ik beschouw van de leugenachtigheid van een Rutte. Ja. Die moeten ze gewoon levenslang opsluiten. Dat is, ja. En niet gewoon uit feit uit de schade die man heeft toegebracht. Ik bedoel, en misschien is dat nu nog niet duidelijk, maar misschien dat in generaties verder, dat als dat op een rijtje gezet wordt, dat ze dat net zo zien als ik en heel veel anderen. Ja. Dus voor die krakkemikkige politische bestel wat we in Nederland hebben, in benade Republiek Nederland, zeg maar, zou ik toch iedereen willen zeggen, ga lekker allemaal Wieberen van Haga stemmen. Ja, dat zou ik doen. Die man moet echt beloond worden voor zijn harde werken. Hij heeft alles al gezegd. En in de generaties die er nog gaan komen, zal blijken dat hij iedere keer dat hij de enige was. Oké, er zijn anderen die het een beetje ook gedaan hebben. Ik heb ook waardering voor Geert Wilders. Die heb ook wel stevast tegengas gegeven. Maar ja, die heeft een persoonlijke haat tegen Rutte. Dus die zou sowieso alles tegen hem. Ja, dat is het. Maar ik denk dat het hele politieke stelsel op de schop moet. Dat moet echt veranderen. Want ja, er zit gewoon te veel macht in Den Haag. Cotemi zei dit vroeger al. We moeten een verlicht despoot hebben of een lekker wijf. Die laatste stap ik in dit tijdsbestek van dit niet zo. Want, Femke Halsema, lekker wijf. Sorry, nou ben ik echt van mijn stuk. Ik moet de grappen over haar. Kabalsema. Oh ja. Kabalsema, Halalsema. Ja, nee, sorry. Je kan wel zeggen, ja, je moet het niet op de man of op de vrouw spelen. Maar soms hebben mensen zulke walgelijke, zulke walgelijke hypocrisie dat je gewoon denkt, wat? Terwijl zij twee kinderen heeft, dus ik ben benieuwd hoe ze dan de toekomst voor de kinderen voorspelen. Ja, maar het is zo'n theater ook van die mensen. Ja. Ik ben ook een hele hekel aan politici. Gewoon. Ja. Politici is een verwerpelijk beroep eigenlijk. Omdat, zeker als je kijkt naar Nederland, je moet dus eigenlijk... Vroeger had eerlijkheid had iets eerbaars. Mm-hmm. Bedoel, als je nu in de politiek is het, als je niet een psychopaat bent, dan kom je niet eens op de kieslijst. Nou, van de VVD of van de andere partijen. Het is... Ja. Ik ben een keer bij een provinciale vergadering geweest in Noord-Brabant. En toen werd die commissaris, we kregen allerlei vragen. Ik heb er een uur gezeten en een uur lang heeft die man geen antwoord gegeven op de vraag. Ja, nou, het is pure tijdverspilling. Mensen... Ja. Mensen zeggen wel eens, zou je niet met een politici die dan bekend is, zou je hem die dan niet eens willen interviewen? Ja, heel graag toch? Nee, ik zou het niet willen. Ik zou niet met een Rutte om de tafel willen. Maar ik wil hem wel eens spreken. Nee, be my guest. Als hij ooit wil komen, dan word jij de verslaggever. Ja, maar dat is het punt. Ze willen maar niet ik komen. Zou, nee, maar ik zou het nemen, maar al komen ze. Mijn idee is, er komt alleen maar poep uit. Er komt alleen maar poep uit die mond. Er komt alleen maar onzin uit. Het is alleen maar, het is zo getraind, het is zo leugenachtig. Ja, dat is zo. Ja. Dus je bereikt er niks meer. Weet je wanneer je wat bereikt? Nee. Als je hem in de geluidsdichte kamer zet. Gewoon dicht doen en dan daar laten zitten. Want ze hebben pas enige relevantie als er naar ze geluisterd wordt. En als ze niet geluisterd wordt, dan zitten ze met al die bullshit lekker in zichzelf. Maar ik heb me daar ook immuun voor gemaakt. Ja. Dus ik probeer eigenlijk alleen maar, als ik überhaupt een politici iets hoor zeggen en het is positief, dan denk ik, hé, wat leuk. Maar de rest hoor ik... Ja, maar daarna meer mensen als dat positief is, dan wordt het weer ontkracht door ze anderen of hunzelf. Hè? Ik bedoel, in die zin,
Als je depressief wil worden, moet je gewoon de NOS blijven kijken. Ja, ja, nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Daar ben ik jaren geleden mee gestopt. En het heeft echt wel geholpen. Geen pilletje. Dus... Ik zeg ook het even. Ja, maar dan kan je toch niet op de hoogte blijven? Ik zeg, nee, je moet alleen de ophef volgen op de sociale media. Dus alles wat er op de tv komt, de ophef die daarvan is in de social media. Als je daar kan je wel eens wel interesse in hebben. Want dan hoor je toch het verhaal en dan... Maar die... En wat is belangrijk? Het enige is belangrijk of er ooit een bom op je afkomt. Maar ja, dat is niet zo. Nee. Die kans is heel klein. Nog steeds. Gelukkig wel. Ja. De rest heb je zelf in de hand. Ja, het voelt ook wel veel beter hoor, zonder tv en dat soort prikkels. Ja, ja. Het is ook zo, als je af en toe dan wel wilt kijken, ik zie zo'n programma, ik zal hem even mijn naam noemen, bij Bo bijvoorbeeld. Ja. Bo vond ik altijd een hele aardige kerel, 10 jaar geleden of zo, ik vond hem een sympathieke kerel. Maar dan kijk je geen tv en dan zet je bijvoorbeeld op de dingetjes op social media, dat je clipjes ziet. Ja. En dan hoor je zo'n kunstmatig gesprek tussen zo'n hobo en een gast die heeft. En dan denk ik, oh, die zitten zo mee te werken aan die angstporno om ze maar... En dan denk ik, ja, dan zitten al die schapen te kijken. En denk ik, oh, het is toch erg, want Bo zegt het. Ze collaboreren gewoon, hè. Ze zitten gewoon... Maar zouden ze bij Express doen, zouden ze nou beseffen hoe minderwaardig ze zijn? Zouden ze dat beseffen? Nee, dat zijn in dat grote plaatje van die... Het zijn allemaal van die ik-figuren. Het zijn ook bij die praatprogramma's vaak steeds dezelfde mensen. En die geloven in hun eigen bubbel. Dan kun je natuurlijk tegen mij ook zeggen. Maar toevallig ben ik wel degene die ervoor gestudeerd heeft. Hè? En ja, maar het lijkt alsof al die mensen op die programma's, die hebben er allemaal voor gestudeerd ineens. Maar geen enkele arts, dat is wat wij in de opleiding kregen, twee dingen die belangrijk zijn. A, je stelt de patiënt gerust. En B, je volgt je gevoel en kijkt of er een niet pluisgevoel is. En dan moet je alarm slaan. Dus twee dingen maar, heel simpel. Dat is geneeskunst. Ja, het lijkt zo simpel. En dan wordt met voeten getreden. Ja, dus... Ik vond het een heel leuk gesprek. Het was ook best wel verhelderend. En ik zie het niet echt positief in voor een hele grote groep Nederlanders. Ik beschouw ze even als verloren of zo. Maar ik heb nog een kleine hoop dat er misschien nog wat mensen, als ze zien dat het aan de andere kant beter is, dat ze wel een kleine... Dat er nog wel degenen die het waard zijn, nog wel tot gezonde verstand komen. Ja, maar dat is aan hunzelf. Dat is niet jou en mijn verantwoordelijkheid. Ja, want die scheiding gaat ook dwars door familie zijn, hè? Dat is natuurlijk. Schrijnend is dat ook. Mijn zus wil zich ook laten vaccineren, Maar goed, gezien het feit zoals haar omstandigheden zijn. Oké, prima. Ja, want ik wil dat die mensen die zich laten vaccineren, wil ik dat ze 1,5 meter afstand bij mij houden. Want ik weet niet wat ze uitademen. Ja, misschien ademen ze wel een of ander vaccin uit, weet ik veel. En dat ze lekker bij... Ik weet het ook niet. Nee, maar goed, kijk, ik denk, ik laat niemand tussen mij en mijn zus komen. Want dan delf ik het onderspit. Want voor mij is zij het meest belangrijke. Of ze nou een vaccin aan zich heeft of niet. Ja, ze hebben ons in een lekkere bullshit situatie maar we zijn geen slachtoffer, wij hebben ook een keuze. Dat is heel belangrijk. Niemand is slachtoffer. We hebben allemaal een keuze. En het is ook net het is wel zo dat je er natuurlijk last van hebt of zo. Snap je wat ik bedoel? Zeker. Maar ik denk dat je uit het slachtofferschap moet stappen, wil je dit kunnen overleven. Dat je wel, wat jij nou doet, gesprekken aangaan, alternatief bieden. Ja, dat is hartstikke goed. Dat is hartstikke mooi. Oké, dan blijven we nog even mee doorgaan dan. Graag. Ja. Nee, dat gaan we zeker doen. Het was heel leuk je weer te zien. Ik denk dat we even een punt om moeten breien. We moeten kijkers ook niet te moeilijk maken. We doseren het. Dus hartstikke bedankt voor je komst. En ik hoop dat je graag nog eens terug wil komen voor een update. En dat was hem weer. Ik wil de kijkers bedanken. Hartstikke bedankt voor het kijken dus. En als je het een leuke video vond, subscribe op het kanaal. En vergeet ook vooral niet lid te worden. Ben je al lid? Nee, word lid van LNN. En steun ons en help ons om nog langer deze... programma's te maken. Ik dank je hartelijk en tot ziens. Tot de volgende keer. Vorig jaar hebben wij met een groep geweldige vrijwilligers gewerkt om voor jullie het echte nieuws te brengen. Het nieuws dat onderbelicht is gebleven in de media, het nieuws wat niet belicht is in de media en het nieuws wat vals belicht is in de media. Help ons mee. Steun LNN en word lid.